aan het einde van, deze parkeerplaats draait hem er vol. Nee, hij is alleen maar recht toe, recht aan te doen. En hij moet dus ook, ik weet niet of dat goed te zien is door iedereen, maar hij moet gestart worden vanaf een standaard. En die wordt dan weggehaald op het moment dat hij draait. Hij weegt zo'n 650 kilo. Dus een geweldig ding. Heel breed, heel groot. Heel erg. Zo, hè? Moeilijk te besturen. En dus een apparaat wat ook weer hier in Uithoorn heel uniek is. Dit zijn echt apparaten die alleen voor ja, en als je dan ook nog weet wat er allemaal mee kan gebeuren. Ik zei het al, er zou een topsnelheid mee bereikt kunnen worden van zo'n 300 km per uur. Ja, dan weet je waar je hier in Uithoorn naar staat te kijken. Een ongelooflijk sensationeel apparaat. Hij gaat nu, heb ik de indruk, van de standaard af. Nee, hij gaat er weer op. Hij moet weer omhoog, want hij loopt nog niet. En dat is wel een voorwaarde voordat hij van de standaard af kan. Mario, heel breed stuur. Je ziet het, hij zit er heel breed op. Voorgezet wordt, dan rijd je binnen afzienbare tijd met een snelheid van 300 km per uur door Uithoorn. En dat zou natuurlijk levensgevaarlijk zijn en kan dus niet. Dit moet met een hele grote voorzichtigheid wordt dit behandeld. Nou, je ziet het al, nu gaat hij weer terug, want zelfs dat stukje wat nou nog op de parkeerplaats over is, zou te kort zijn. Dus wordt hij weer teruggebracht om daarmee nog een keer de hele parkeerplaats voor te hebben, zodat er een mogelijkheid is om hem nog één keertje niet te laten zien. Ja, en dan moet hij stilstaan. Het ziet er gewoon angst aan.